mooi vuurwerk was dat. Dat waren een paar wrakken die de politie de afgelopen jaren van de weg haalde en die we om te voorkomen dat ze ondanks hun slechte toestand opnieuw in de handel zouden worden gebracht, definitief hebben laten vernietigen. Dat was hard nodig ook, want in de autohandel wordt niet op een mankement meer of minder gekeken. Het wrak dat we u vanavond laten zien, hebben we zelf gekocht om eens te kunnen vaststellen met wat voor smoesjes zo'n auto aan de man wordt gebracht. De met ons samenwerkende koper had van tevoren even gebeld. Ik had u gebeld voor een boodschappenwagentje voor mevrouw. En daar had u een goedkoop wagentje staan. Van welk jaar is die? 76. Doe maar, dit is zo'n opknapje, hè? Je kunt er wel mee rijden. Jawel, tuurlijk. Haak je zo met leeg, maar dat zeker. Ja, daar kan je mee rijden met z'n ding. Er zitten wel een paar plekjes op. Ja, wel meer zien. Hé? Wel meer zien. Maar het is niet zo dat ik op de weg aangehouden word dat hier beslag wordt genomen. Daar gaat niet. Je moet niet de hart slaan, we sluiten door in. Wat zegt u? Ik zeg, je moet niet de hart slaan, we sluiten door in. En de achterklep kan ik je ook even zien? Ik ga er haast met mijn hand doorheen. Ziet u dat? Dat moet opgeknapt worden. Ja. Wat is dit, meneer? Dat? Dat is hoest. Maar geen gat erin? Ja, als je goed slaat, zit er een gat in, ja. Ja. En de stuurspeling, zit de stuurspeling? Nee, zit u? Dat is niks. De stuurspeling is niks. Dat is minder erg als die eerste plek. Het is gewoon een kwestie van meenemen, afwerken, rijden. Kijk, ik denk van 500 gulden ken die vrouw wat is. Zo werd hij verkocht. Het is een opknappertje, maar je kunt er wel mee rijden. Je wordt er niet mee aangehouden. De stuurspeling is niets. Dat is minder erg dan die roestplekken. Voor 500 gulden kun je niet vragen wat het is. Dat deden we toch. Aan de politie. Nou, kijk, het is allemaal erg slecht, hè? Hier. Ook een paar plekken. En misschien is hier ook nog wel wat te vinden. Je steekt er hier zo doorheen en je maakt hem op deze manier al helemaal los. Kijk maar eens. Goed, nou, dat is één kant. Ja, deze zit op. Zullen we even naar de andere kant kijken? Ik denk dat het hier ook lukt. Ja, dat is ook al helemaal los. Kijk maar. Bij de aankoop van deze auto was er sprake van stuurspeling. Wat speling zit er eigenlijk altijd op? En om te kijken hoe erg het is, dan moet ik toch even aan het stuur draaien en dan gelijk even naar het voorwiel kijken. Ja, er is inderdaad sprake van speling. Er is ook wat te horen. Maar om de oorzaak daarvan te achterhalen, dan zullen we toch eerst de auto op de brug moeten zetten. En dan zien we hier een balk, een steunbalk, waaraan het stuurhuis is bevestigd door middel van deze twee bouten. En als er nu aan het stuur gedraaid wordt, dan zie je dat er beweging in is. En dat is dan echt de oorzaak van de stuurspeling. Die steunbalk, zoals we hier zien, die maakt deel uit van het subframe. En als je dan hier naartoe kijkt, dan zie je dat dat subframe op een aantal plaatsen al volledig is doorgerot. Dit onderdeel maakt weer deel uit van de totale ruggengraat van de automobiel. En dat betekent dat als dit eenmaal los scheurt, dat dan natuurlijk alle krachten moeten worden opgevangen aan de andere zijde. En dat als ook dit losbreekt, of wanneer hier wat vitale mankementen nog in naar voren komen, dan wordt de auto totaal onbestuurbaar. Maar joh, was misschien toch niet zo'n goede aankoop, hè? Zeker niet. Dit is toch wel echt een wrak van de weg. Maar ja, wat wil je voor je 500 gulden? Precies. En nu? Totale vernietiging. Die zien we nooit meer terug. Einde van Kieskeurig. Tot de volgende keer.